Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Meneer Visser, u weet toch wel wie ik ben? Ja, ik moet het puntje van mijn tong moet even denken, hoor. Dat is... even aanwijzing. De oude Grieken. De oude Grieken, juist. Ja. Zoals... zoals Pythagoras. Pythagoras. Ja, de grondlegger van de wiskunde. Ja, ja, van de wiskunde. Ja, Archimedes. Van de natuurkunde. Natuurkunde, ja, natuurlijk. En... Sirtaki. Sirtaki, de grondlegger van het gezamenlijk op muziek opzij dansen. Oh, juist. Misschien van de naam, misschien van de naam de eerste vijf letters. De eerste vijf letters. Eerste vijf letters, ja. Oké, okay, de P. P. De L. Pla, de A. Pla, pla. De T. Plato. De O. Plato. 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 De grootste filosoof aller tijden. Nou zie ik het, potverdorie, zeg. Wat doe je in de bar van Kopspijkers? Ja, ik kwam hier even uitleggen wat democratie precies is, want dat schijnt nodig te zijn. Oh, daar heb jij verstand van? Ja, dat heb ik toevallig uitgevonden met een paar oude Grieken. Oude Grieken, Socrates, Homerus van de Trojaanse oorlog. Het paard van Troje, Helena van Troje. Ja, Helena van Troje, die kennen we allemaal. Nee. Helena van Troje. Helena van Troje, van het paard van Troje. Waar al die mannen in zaten. Ja, Helena van Troje, het paard waar al die mannen in zaten. Ja. Hey, we hebben net over de oude Grieken en we hebben Plato aan de bar. Ah, Plato, dat is de hond van Mickey Mouse. Nee. Dat is Pluto en dat is de hond van Goofy. Nee, Pluto is de hond van Mickey Mouse. Oh, luister nou, ik mag dan geen verstand van oude Grieken hebben, Jack Spijker, maar ik heb al 35 jaar een abonnement op de Donald Duck. Ja, even niet de grote maal. Tuurlijk, man, ik weet wel wie Plato is van de... Wat komt u eigenlijk doen hier? Ik ben in Nederland om te vertellen wat democratie is. Want dat is nodig. Er schijnen tegenwoordig heel veel mensen te zijn die denken dat democratie is dat je alles doet wat het volk wil. Juist, en aan wat voor mensen denkt u dan? Ik zeg een hele goede avond. Nou, kijk aan, Geert Wilders! Meneer Wilders. Toch schandalig dat sinds de invoering van de euro alles twee keer zo duur is geworden, hè? Oh, ik zie een man in een jurk en een baard. Ik ben weg. Toedeloe. Nou, meneer Wilders. Dat is geen moslim-extremist. Dat is Plato. 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 Oh, dat is het hondje van Willy Wortel, toch? Nee. Willy Wortel heeft geen hondje. Willy Wortel heeft een lampje. En het lampje heet ook lampje. Die kwam een goed idee. Willy Wortel heeft geen hondje. Ja, het is goed. Ja, jongens. Meneer Wilders. U was de afgelopen weken weer behoorlijk in het nieuws. U kwam met uw partijprogramma, zeg maar. Hè? En ja, dat maakte wel wat tongen los. En ik wil even een paar punten doornemen ervan, als het mag. Ja. Bijvoorbeeld het punt, u wil de helft van de ambtenaren ontslaan. Ja, dat zijn er ook veel te veel. Dat vindt ook iedereen. Ja, dus dan moet je de helft maar ontslaan. Dat is de wil van het volk. Dat heet democratie, Jack. Oh, maar hoe komt u er dan bij dat het precies de helft moet zijn wat ontslagen moet worden? Nou, welke ambtenaar ik ook bel. Ja. Ik krijg altijd iemand aan de lijn die zegt, sorry, daar gaat mijn collega over. Ja. Dan krijg ik die collega. Ja. Als ik al die andere mannen er nou gewoon tussenuit haal, dan hou je 50% over. Nou, ander punt. De ontwikkelingshulp moet worden afgeschaft. Ja, dat is een bodemloze put. Dat vindt ook iedereen. Ja, en dus moet het afgeschaft worden. Ja, dat is de wil van het volk. Dat is democratie. Ja. Wat zit die jurk hier nou een beetje nee te schudden? Democratie. Ik zal het even uitleggen. Demo, dat betekent ik heb niks tegen de islam. Kratie betekent ik heb alleen niets tegen de uitwassen van de islam. Meneer Wilders, Balken heeft gezegd, moet ophouden met zeiken. Moet er niet meer aan hoeren, moet er gewoon... En over die ontwikkelingshulp nog eventjes. Wij zijn toch het op vijf na rijkste land van de wereld. Dat is toch schandalig? Ja, dat is, natuurlijk is dat schandalig dat wij tevreden zijn met een armzalige vijfde plaats. Nou, ja. Oh, nou, misschien halen we de na-competitie wel. Misschien worden we wel periodekampioen. Dat is toch armzalig, zeg. Een armoedige UEFA-plek is het. Ja. Nou, ik wil één puntje dan nog doornemen. U wilt ook een immigratiestop. Ja. Dat wil ook iedereen. Ja. Als ik in mijn geboorteplaats Maastricht rondloop, dan hoor ik niemand meer die nog correct Nederlands praat. Ja. Dat heb ik een beetje met alle Limburgers, hoor. Ja, maar dat precies, ja. Oh, kijk nou, mevrouw Verdonk. Oh. Kijk eens aan, mevrouw Verdonk. Ja? Mevrouw Verdonk, kijk eens aan. Ja. Overal waar ik kom is het kijk eens aan, mevrouw Verdonk. Ja, maar wat moet ik dan zeggen? Kijk eens aan Katja Schuurman, dat slaat toch nergens op? Nee, het gaat mij om het eerste gedeelte, kijk eens aan. Ik word altijd zeer negatief, negatief neergezet bij de publieke omroep. Nee. En dat terwijl die met overheidsgeld betaald wordt. Ik zit dus eigenlijk mijn eigen negatieve beeld te betalen, zegt hij. Rita, rustig. Even een drankje. Wat moet het worden? Wat zou het zijn? Doet u mij maar een dubbele whisky. Moet daar ijs in?
Nee hoor, ik hou dat glas gewoon even tegen mijn hart. En dan moet ik het drinken. Nou ja. Dat vind ik ook weer zo'n misselijke zin. Ja. He, dat is toch niet normaal. Zodra ik hier binnenkom, word ik al gedemoniseerd alsof ik zo'n kille tante ben, zeg. Ja, zal ik me even voorstellen? Ik ben Plato, de grondlegger van de democratie. Kijk, zo kan het nou ook. Nou, ik val bijna van mijn kruk van verbazing, zeg. Een imam die een vrouw een hand geeft. Nee, dat is... Jongens, laatste keer, dit is geen imam, dit is Plato. 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 Moet dat nou nog? Moet dat nou de ontdekker van de hoge zolen? Nou goed, hè? Van de Plato-zolen. Oh, wat slecht. Ja. Nee, het is niet de zoveelste miskoop van Ajax. Het is. We hebben het hier over de uitvinder van de democratie. Ja. Plato. Ja, lama. Mevrouw, ja, Verdonk. Mevrouw Verdonk, u was weer eens ergens tegen. Daardoor haalt u de pers weer eens. U bent het namelijk niet mee eens dat met overheidsgeld die filmpjes gemaakt worden van die 26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers. Nee, dat klopt. Die asielzoekers die worden daar neergezet als mensen. Ja. En het zijn geen mensen, het zijn uitgeprocedeerde asielzoekers. En die moeten worden uitgezet. Dat is wat de mensen willen. En ik ben voor de democratie, dus ik wil die mensen uitzetten. Zo simpel is het. Toch, Geert? Ja, maar Rita, jij gaat daarin wat mij betreft niet ver genoeg. Kijk, dat uitzetten... Nee, dat uitzetten, dat zou gepaard moeten gaan met een ferm sliep uit. Nou, ja. En voor zwaardere gevallen sluit ik deze beweging ook niet uit. En ik hoor signalen in de samenleving, ja, dat men deze beweging ook graag eens zou willen zien. Ja, en daar valt met deze jongen best over te praten. Ja. Meneer Wilders, dan zegt u weer signalen uit de samenleving. U zegt toch gewoon wat u vindt? Ja, ik zeg wat ik vind, maar dat vindt iedereen. Ja. Dat is de wil van het volk. Ja, dat moet je doen, dat is democratie. Nou ga ik toch echt even ingrijpen. Ik ben heel goed. Op de rug van Pegasus uit het oude Griekenland komen vliegen. Wat even, Pegasus? Ja. Het vliegend olifantje. Jack, mag ik even uitpraten? Hallo? Nee, kijk, democratie betekent dat het volk uit haar midden de meest verstandige mensen kiest om de beslissingen te nemen voor het volk. Juist. En dat betekent niet dat die gekozenen dan automatisch moeten doen wat het volk wil. Nee. Juist. U was meneer Plato? Ja. Waar kwam u vandaan? Griekenland. Ja, dat ligt naast Turkije, hè? Ja. Ja, nee, je kan je buren niet altijd uitkiezen, maar... De democratie is in Griekenland ontstaan? 2500 jaar geleden. Ja, Griekenland is ook een lekker land. Als wij de lijn van de oude Grieken zouden volgen, dan zitten we hier over 2500 jaar met een volkomen onleesbaar alfabet. Zijn al onze schitterende gebouwen afgebrokkeld tot een soort halve pilaren. Ja? En moeten we nog 2500 jaar wachten voordat wij weer eens Europees kampioen voetbal worden. Ja? Ja. Geert Wilders, wat ik bij jou merk in het debat, is dat zodra je bekritiseerd wordt op je kwetsbare punten, dat je dan theater maakt en dat je niet inhoudelijk reageert. En dat is jouw zwakke punt. Juist. Ja, dankjewel. Je gaat je feestelijke gang maar. Dat is toch heel gek. Overal waar ik kom, worden ineens geen handen meer geschud. Ach, ga toch koken, mens. Dit was Kotspijkers. Tot de volgende week.